Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die we niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En voor als je nieuw bent, vergeet zeker niet op de abonneerknop te klikken. We hebben vandaag een nieuwe weekvlog, het is maandag. Het is vandaag volgens mij 11 januari. Let me check. Het is vandaag 11 januari. Ik moet zo meteen werken. Ik wilde eigenlijk om 11 uur werken, het is nu 10:15. Ik mag zeg maar vandaag overdag zelf inplannen hoe laat ik begin. Ik kan om 10 uur beginnen. Ik kan om 9 uur beginnen. Ik kan om 1 uur beginnen. Maar ik wil een beetje in de ochtend. Zodat ik gewoon nog wat aan mijn dag had. En daarna moet ik echt naar school gaan zitten. Ik heb namelijk een woensdag een eindpresentatie van mijn eigen bedrijfje van Social Learn. En dat moet ik nog maken. Dus dat moet ik nog gaan doen. En vanavond ga ik heel gezellig naar een oud vriendinnetje van mij. Die ik echt al jaren ken. Zij woont nu op zichzelf in Gouda. Dus ik ga even gezellig bij haar huisje kijken. En we gaan lekker sushi bestellen. Dat lekker eten. Super veel zin in sushi. Ik kan sushi echt elke week eten. Het is echt verschrikkelijk. En verder voor de week staan nog allemaal leuke dingetjes gepland. Ik ga deze week nog filmen met Isa. Andere YouTubers, vriendin van mij ook. Door YouTube eigenlijk vriendin geworden. Super gezellig. Genoeg te doen. Genoeg te doen. Ja, ik moet eigenlijk ook nog een paar dingen voor samenwerkingen doen. Dus na woensdag wordt het denk ik wel wat rustiger vanuit school. En dan in januari ga ik beginnen met een minor. Nou jongens, wish me luck. Want ik heb echt geen idee wat voor minor ik ga doen. Als iemand deze minor gaat doen of kent, het is de minor veranderkunde. Please help a girl out. Ik heb nou maar wat gekozen. Echt super stupid. Maar ja, ik zit zo niet in de schoolsfeer, dus I don't know. Maar in ieder geval, ik ga me even omkleden. In ieder geval, ik ga me nu omkleden. Ik ga mijn jas aandoen en alles. En dan ga ik naar werk toe. Ik moet denk ik 2-3 uurtjes werken. Ik moet gewoon, ja, ik kan gewoon, ik werk als bezorgd bij de apotheek. Er moeten een paar dingen naar de brievenbus. En dat moet ik gewoon zelf inplannen en regelen. En ja, ik moet ook nog de weekvlog editen. Dus dat moet morgen. En ik moet morgen ook weer werken. Dus en ik moet nog die presentatie in elkaar zetten. En ik moet nog een verslag maken. Dus, weet je, alles doen we weer lekker op het laatste moment. Love it. Nou, helemaal mooi. Eerst snel nog even wat eten. Ik heb even twee broodjes met geelworst met kaas gemaakt. Ik heb even mijn bril opgedaan, want anders kan ik geen pauperzien met werk. Ik ga nu werken. Ik hoop dat ik snel klaar ben. Ik zag volgens mij vorige week dat het niet zo heel veel was. Dus dat scheelt. Leuk hem hoor. Dus ja, ik zie jullie naar werk weer. Oké, het is inmiddels 14:45. Ik ben klaar met werk. Niet heel snel over gedaan. Ik heb gewoon lekker op mijn gemak gedaan. En die kutauto doet zo raar. Ik kan opeens niet meer verbinden met de auto, met de muziek. Ik snap er helemaal niks van, maar ja. Ik ga een recept maken wat ik op TikTok heb gezien. En dat was French toast met cream cheese van binnen. Dus dat heb ik nu gedaan. Ik heb hier een broodje, dat is hier een beetje plat gemaakt. Daar cream cheese in gedaan en dat in ja, gewoon bento tevens beslag gemixt. Moet ik wel de pan aanzetten, dat is heel handig. Ik heb een pan met een beetje boter en nou, daar ga ik het even maken. Ik ben heel benieuwd hoe het is. Het broodje heb ik ingesmeerd en gewoon zo opgerold. Zo. Hier doorheen. Deze kan er wel in. Zo. Heel benieuwd of dit lekker is. Ik zag dit dus ook bij een TikToker. En die zei dat het heel... bij een YouTuber bedoel ik. En die zei dat het heel lekker was. Let's see. Oh my god, het ruikt echt wel heel lekker. Ik had trouwens 2 eieren gedaan. Een beetje melk. Kaneel en vanillesuiker. Maar ik heb echt heel veel over. Ik kan nergens goed filmen. Dat je mij kan zien. Maar ik ga het proberen. Even kijken wat er uit is. Ik heb ook een beetje siroop overheen gedaan. Zo ziet het eruit. Heel erg benieuwd. Heel lekker. Het smaakt een soort mamashu-taart of zo. Ja, heel lekker. Echt een aanrader. Het smaakt echt een soort naar mijn shoetaart. Of naar een soort cinnamon roll. En dan heb je ook van dat een beetje dat roomkaas erop.
Ja. Moet je maken. Heel erg aan. Het is inmiddels 4:15. Ik heb een beetje make-up opgedaan. Het ziet er zo raar uit op beeld. Ik lijk wel een clown met die lippenstift. Ik weet echt niet wat ik ervan moet vinden. In ieder geval, ik heb ook wat anders aangetrokken. Ik zal het zo even laten zien. Maar ik ga zo meteen naar mijn vriendin toe. Ik ga zo rijden. Ze woont in Gouda. Dus een half uurtje rijden van mij. Dus ik ga zo rijden. En ik heb deze outfit aan. Ah, ik weet niet of ik mijn make-up moet vinden. Het ziet er echt heel apart uit. In ieder geval, ik heb deze outfit aan. Ik heb de blouse van Shein. Deze Spencer van Conquered Fashion. De broek is een pantalon. En die is van Bios Fashion. En deze laarsjes zijn ook van Conquered Fashion. So, that is the outfit. Wat er met die make-up is, maar... Whatever, I don't care. Ik ga wel gewoon zo rijden en... echt dom, want ik ga precies in de spitserij. Oh, ik word helemaal lelijk van mezelf. Doei! Nou guys, ik ben bij Febe aangekomen. Hallo. En we hebben lekker sushi. We hebben het net opgehaald. Ze woont letterlijk boven deze sushi tent. Nou, ik zou er echt elke dag heen gaan. En we hebben gratis lumpia's gekregen, want we moesten een tijdje wachten. Maar we hebben dus lumpia's, gyoza en boontje. Hier zitten dus alle warme dingen in. Oh, hier dan de koude. Hier hebben we de sushi. Oeh. We hebben kleine makies dus. We hebben California, garnaal. Nou, met zalm en allemaal zalmdingen. Helemaal lekker. Nou jongens, kijk hoe lekker. Wij gaan lekker eten. Oh, ik zit nu in de auto. Super lekker gegeten. Ik zit echt niet normaal vol. Het was echt... Het leek helemaal niet zoveel, maar het was echt vullend. Want er ook allemaal heel veel bijgerecht en zo. Maar het was heel lekker. En heel erg gezellig. Het was echt leuk om weer te zien. Ik heb er volgens mij echt... We hebben dus net gekeken. Het laatste dat we elkaar hadden gezien was in juni 2019. Het is nu 2021, mensen. Besef dat. Niet normaal. Maar ik ga nu weer richting huis. Ik ben echt helemaal moe of zo. Ik ga denk ik lekker in bad en lekker chillen. Helemaal leuk. En het is heel koud. Ik heb veel voorbereidingen voor de video van morgen gedaan. Ik heb alle outfits uitgekozen die ik ga laten zien. Ik ga een What Would I Wear video filmen. Dus dan hebben jullie allemaal gelegenheden ingestuurd. En dan ga je laten zien wat ik zou dragen op die gelegenheid. Ik ga nu een keer bad, want ik heb het heel koud. En dan ga ik nog even de week volgen editen. Lekker in mijn bedje. Het is een beetje een troep. Ik ben al lang niet thuis geweest, dus ik moet alles even opruimen. Nou. Good morning. Het is vandaag... dinsdag. Is het nog maar dinsdag? Voor mijn gevoel is het echt... Nu gaan de dagen opeens weer langzaam. Zoals je kan zien ben ik al helemaal gedoucht en gefliekt. En ik heb gewoon deze simpele trui van Naked aan. En een sportlegging van H&M. Ik heb altijd mijn sportlegging van H&M. Die zit zo chill. En ik vind het irritant dat je mij in de spiegel ziet. Ik heb vanochtend al de weekvlog edit, geüpload, thumbnail gemaakt. Ik heb al gesport. Ik doe namelijk die weekly, ik had gezegd elke dag van januari. Maar ik bedoel dan maandag tot en met vrijdag. In het weekend ga ik niet sporten. Misschien soms op zaterdag. Maar weekend wil ik ook gewoon een beetje leuk houden, weet je wel. Dus ja, dat heb ik vanochtend weer gedaan. Morgenochtend heb ik geen tijd. Dus ga ik in de avond naar mijn vriend en ga ik daar sporten. Want dan heb ik ook een soort sport, gym-achtig iets in zijn huis. Dus dat is super chill. Ik zeg nog steeds heel de tijd mijn vriend. Maar ik ben het soort heel erg gewend. Omdat jullie hem eigenlijk soort niet kennen. Maar hij heet gewoon Stan. Dus misschien kan ik gewoon beter gewoon Stan zeggen. Dat klinkt misschien wat persoonlijker als ik heel de tijd zeg mijn vriend. Isabel komt vanavond lekker gezellig slapen bij mij. Want ze kan nog steeds in haar huis. Omdat de moeder nog steeds ziek is van corona. Het is echt dramatisch. Ze is nu gewoon... Ja, precies vandaag al 2 weken niet thuis geweest. Nou, dat was natuurlijk nooit bedacht. Maar ik moet ook werken met haar. En ik ga zo meteen een video opnemen. De What Would I Wear video. Jullie hebben echt, guys, niet normaal veel dingen heen gestuurd. Ik heb jullie gevraagd om allemaal gelegenheden in te sturen. En dan ga ik laten zien wat voor outfit ik daarbij zou dragen. Dus dan kan ik jullie een beetje inspireren en zo. Ik heb er al heel veel uitgekozen. En ik ga kijken hoeveel ik er ga halen om te doen. Dat de video ook niet te lang wordt. Maar ik wil natuurlijk wel zoveel mogelijk behandelen. Maar het is echt niet normaal. Ik heb hier echt gewoon een uur over gedaan om het allemaal door te lezen en uit te zoeken. Want ik wilde wel een beetje de meest voorkomende, zeg maar, gaan kiezen. Maar dat is echt niet normaal. Maar het is wel leuk om te zien dat jullie dus er wel echt, ja, wat
dat jullie er wel echt wat aan hebben. Dat jullie er wel echt, hoe noem je dat? Dat jullie wel echt behoefte hebben aan deze video. Ja, dus dat ga ik opnemen. Ik moet eigenlijk een verslag maken voor school. Maar dat ga ik niet doen. Want ik vind video op dit moment even belangrijker. Maar ik ga eerst even wat eten. Ik heb namelijk alleen nog koffie op. Het is nu 1:15. Ik heb volgens mij over een kwartier een call met een bedrijf. Moet ik even gaan bellen. Dus ik ga denk ik even zo wat eten. En dan heb ik die call om 1:00. Shit, ik ben vergeten te filmen. Maar ik heb de famous TikTok rap gemaakt. Ik heb het met... Ik had gewoon met wat ik in huis had. En ik heb bijna niks meer in huis. Ik heb met tortilla naturel ronde chipjes gedaan. Met kaas, met bosui en met sriracha saus. Ja, een soort cringe rap misschien achter een idee. I don't know. Oké, hij is klaar. Hij ziet er nu zo uit. En ik ga hem proberen. Ik moet er echt iets beters op verzinnen dat ik hier die camera van kan neerzetten en kan filmen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb een soort geïnspireerd op de cringe rap die Taco Bell heeft. Omdat ik heel veel Taco Bell mukbangs kijk. I love Taco Bell. Oeh. Heus. Ja, waar smaakt het naar? Naar een quesadilla. Ik had dus geen vleeswaren of iets in huis. En namelijk gewoon. Oh, ik had ook een beetje roomkaas gedaan. Kaas, sriracha saus, spicy, bos ui. Lekker. Ja, ik hou echt van bitterheid. Heel erg. Ik weet niet echt waar dat vandaan komt. Mijn ouders houden er altijd niet van. Nou, mijn vader een beetje. Maar vroeger had ik het ook echt niet. Maar de laatste vind ik zo lekker. Mijn batterij was leeg. Ik heb er gelukkig 2. Want ik had dus een oude camera die kapot is gegaan. Daar heb ik dus gewoon de batterij van. Maar hij gaat zo snel leeg de laatste tijd. Echt niet wat het is. Echt lekker. Ik zag dat heel veel mensen dit op TikTok doen. Als je dit niet hebt gezien, leef je echt onder een steen. I'm sorry. Dat is zeg maar een techniek dat je een wrap hebt. En dan snij je één stuk. Gewoon de helft van de helft snijden. En dan kan je hem zo dubbel vouwen. Maar ik zag mensen echt met hamburgers doen. Met kip. Met allemaal lekkere dingen. Maar ik had het allemaal niet in huis. Moet jij dan maar creatief worden. Maar weet je echt... creatief als je op jezelf woont. Je bent student of zo, heb weinig geld. Ik heb geen zin in boodschappen en dan ga je maar wat maken. Ik zou hier nooit van mijn leven op komen. Ik ga gewoon kijken wat heb ik in de koelkast. Het smaakt een beetje naar een taco. Quesadilla, echt. Dit was een goed idee. Ik ben de hele setup aan het doen. Lampen ready. Ik heb mijn haar... nog voor één kant nog maar gefeund. Deze kant moet nog. Maar toen werd ik bezig afgeleid. That's my life. Oh, ik ga hem denk ik zo neerzetten. Dit ziet altijd zo kwijt. Zo. Even kijken. Ik ga hem denk... oh, hij moet iets lager denk. Oh, maar ik wil echt niet die lelijke bureau erop. Ik wil even kijken hoe ik dat ga doen. Maar dat komt allemaal goed. Het is inmiddels... 9:00. Ik ben al een tijdje terug van werk. En ik heb ook al gegeten. Ik ben with the one and only best friend of my life. Hallo. Zo vast. Ik zie je een rode kop. Wij gaan iets heel leuks uitproberen. Iets heel leuks uitproberen. Ik zal het wel voor de vlog uitproberen, jongens. Ik kreeg namelijk de opmerking al. Of ik, film eens. Of ik de spicy McChicken wil proberen. Dus dat gaan we vanavond doen. Ja. Maar ik moest vandaag echt janken dat ik zo dik was. Ja, weet je, ik wil hem gewoon zo graag proberen. Dus ik heb hem omgekocht dat ik hem moet proberen. Ja, het is echt heel lekker. Dus dat gaan we vanavond doen. Ik zal wel live mijn, noem dat, mijn reactie geven. Ja. Wat dan? Wat jij wil. Ja, ik
weet het. Kinderen met een aangevoel kijken. Die meeste behandeling is gewoon een beetje een lastige. Water! Hoi, mag ik twee spicy chickens? En doorgevolgens. En een water. Kun je 0,3 of 0,5? Gewoon kleintje. Kleintje is goed. Nee, dat was het. Ja, dat mag ik even. Ja, joh, ik ben zo benieuwd. Hi, het. Miauw. Miauw, miauw, lieve poeier. Oké, we hebben de Spicy McChicken. Heel erg benieuwd. Maar, waar is het water dan? Oh, daar. We hebben gewoon alleen de Spicy McChicken genomen. Ik ben heel benieuwd. Ja? Er zit gewoon, eigenlijk gewoon spicy chicken saus op. Die burger is zo knapperig. Echt? Is dat zo anders? Ja. Lekker. Die burger is lekker knapperig. Heel vers. Ja. Het smaakt een beetje naar die chili mayo. Ja, dat is het een beetje. Veel lekkerder. Ik hou van spicy. Voor de mensen die me niet kennen, ik hou van spicy. Ja. Spicy nuggets, maar moi. Niet heel spicy. Nee, ik bedoel wel moi. Maar die waren ook niet heel spicy. Nee. Nee. Ik haat dat. Waarom moet ik altijd naast komen? Oh, zie je weer bij een filmen zijn. Ja. Oh. Wat? En ook. Wat, dat we aan het filmen zijn? Ja, we lachen ons uit. Nou, boeien. Best mooi hoor. Door iedereen hier uitgelachen. Maar ja. I don't give a fuck. RT. Wat willen ze doen dan? Nou, lach maar uit. Zo lekker. We hebben net een heel gesprek gehad hoe dik we zijn. Nou. En wat doen we dan met de nuts? Om ons verdrietig te eten. Maar echt. Dat is mijn probleem. De ene burger komt toch wel bij. Als ik me kut voel, dan ga ik eten. Want dan voel ik me weer een soort van happy. RT. Heel lekker jongens, als je van pittigheid houdt, neem als je niet tegen pittigheid... Zo, het was pittig hè? Ja, als je niet tegen pittigheid kan, moet je het echt niet nemen. Nee, echt spicy. Lekker. Ik krijg er iets van. Ja? Heet en koud. Ik krijg het koud, soort. We hebben een watertje erbij genomen om gezond te doen, weet je. Tenminste nog iets gezonds. Chicken lijkt wel iets... knapperiger als een soort ze normaal juicier. Doen. Heb je dus nog ook een veggie? Dat weet ik niet. Denk het. Heb je eigenlijk een veggie met chicken? Ja, toch? Ja, volgens mij wel. Volgens mij alles van kip wel. Weet je waar ik benieuwd naar ben? Nou. Comment als jij sinds corona bent aangekomen. Ja, dat heb ik ook wel weten. Daar ben ik heel benieuwd naar, want ik ben het echt. Ik ook, heel erg. We zaten erover na te denken. Je beweegt zoveel minder. Ja, je beweegt niet. Eigenlijk, want normaal gingen we naar school. Bewegen, ga je uit. Ja. Ik had altijd druk met werk. Ik sprintte heen en weer, want ik had nooit tijd om stil te zitten. Nu zit alleen maar stil. Ja. En, wat nog meer? Je gaat een dag iets doen. Dicht, ja, je doet nu niks. Ik heb zoals dagen gehad dat ik gewoon... Waar gaat het helemaal brengen naar de prullenbak? Wat gebeurt? Het is gewoon een hele coronaparty hier. Ja, er zijn fucking veel auto's. Maar... Ja, je doet gewoon geen scheet. Alsjeblieft comment, want ik voel me echt alleen. Wie is er meer aangekomen tijdens corona? Eerst had ik echt geen tijd om naar de McDonald's te gaan hoor. Hé. Hey. Ja. Weet je hoe vaak we naar de McDonald's gaan? Ja, heel erg. Dat wil ons gewoon vervelen. Ja. Ik verveel me ook altijd de pampers. Nou, komt er nog iemand naast ons?
Jezus. Hier is een toetrook. Wie is dat? Dat is echt een hele coronapaar. Die staan gewoon allemaal auto's en allemaal mensen op elkaar. Nou, dat zit er ook weer in. Belachelijk. Wel fucking lekker. Ja, wel echt. Nou, wij gaan. Dat is maar weer een genoegen. Wij schotten. Wij schotten. Morning, het is vandaag woensdag. Ik ben al heel lang wakker. Je was ook nog bij mij. En ik had net online les en de presentatie. Nou, ik heb 8,8 bij mijn groepje. Dus helemaal top. Dat is mijn presentatie. Volgens mij ben ik nu een soort van goed als het klaar is met school tot februari. Dus super chill. Isabel en ik hebben de hele ochtend op Funda gezeten. Naar huizen gekeken in Amsterdam. Ik zit nog steeds te kijken. We willen zo graag op onszelf wonen in Amsterdam. Dus ja, we gaan echt kijken of dat gaat lukken. Het is inmiddels een tijdje verder. Ik heb me even opgemaakt. Ik heb me even omgekleed. En Isa komt er zo aan. Ik ga filmen met Isa van het kanaal Isa Luna. Voor de mensen die me kennen, die kennen haar waarschijnlijk ook wel. Want ik heb al vaker met haar gefilmd. Super gezellig. Ze komt hierheen. En ik was dus heel lang mijn telefoon kwijt, maar ik heb hem eindelijk gevonden. Het is heel irritant dat licht. Even dit hier klaarzetten. Komt ze er zo aan. Dan gaan we een video voor haar filmen en daarna een video voor mij. En ik wilde eigenlijk nog even wat aankaarten. Zoals ik gisteren zei, had ik dus een video opgenomen. Met What Would I Wear video. Met alle outfits en zo. Maar die video was eigenlijk bekendgemaakt. Mede mogelijk gemaakt bedoeld door Filippo Loretti. Ik heb het al vaker in mijn story al geplaatst. En vaker in de weekvlog gezegd. Maar ik wil het gewoon nog één keer aankaarten. Omdat hun sieraden echt... Ik ben er zo erg over te spreken. Ik heb deze armbanden al heel lang om. Ze blijven mooi. Het horloge ook, die wil ik echt naar de maker gaan brengen. Dat ik, gewoon, dat, in ieder geval niet naar de maker, maar naar de juwelier, dat het een pas. Want er moeten een paar schakels uit. Deze ring heb ik al heel lang om. Mooi, die oorbellen met die twee hangers aan die ik met de kerstjuffel aan heb gehad, zijn ook echt geweldig. Stainless steel, waterproof en het is zo'n goed merk en zo'n goed prijs-kwaliteit verhouding. Ze hebben echt... Zeg maar zich gefocust op de high-end, zoals Louis Vuitton en zo. Dior sieraden, maar dan voor een veel goedkopere prijs. En eigenlijk beter materiaal, want de meeste dingen zijn daar niet eens stainless steel van. Dus voor kleuren. Ik heb deze altijd om, ik douche ermee. Echt, gewoon alles. Het is echt helemaal chill. Ik ben er echt over te spreken. Ik heb echt weinig sieradenbedrijven waar ik echt zo over te spreken ben. Dus het is zeker echt je geld waard en een kijkje nemen waard. Dus ik zal echt een linkje in de beschrijving zetten. Ik heb volgens mij ook kortingscode SARAV15. Dan krijg je 50% korting op je eerste bestelling. Dus dat is ook natuurlijk super chill. Dus dat wilde ik eigenlijk nog even zeggen. Dat wilde ik eigenlijk zo doen, maar dat was ik vergeten. Maar ik ga nu even de boel hier verbouwen. Zodat het helemaal goed zit voor de video. We gaan een pizza McBang opnemen. En een video voor Isa waar we al jullie problemen gaan bespreken. Maar ik ga eerst dit even klaarzetten. Ik ga ook even vloggen. Het is nu al 3 uur. We hebben net een video van Isa opgenomen. Ja, echt heel leuk. Heel leuk video. Ik, nou... Mijn hoofd glimt, dat zie ik nu. Ik heb wel poeder hoor. Oh ja, dat is wel een beetje... We gaan, we hadden een ik heb ook zo'n video met Isabel pas opgenomen op mijn kanaal. Maar we hebben al jullie problemen en zo... Oh, heb je dat ook dat je altijd naar jezelf kijkt? Okay, ja, maar ik zie het op zich niet heel erg. Nee, het valt mee, maar ik krijg wel heel veel vaak commentaar erop. Oh ja, ik probeer altijd naar de lens te kijken. Maar heel leuk video geworden. Het was echt super, super leuk. Dus je moet je video checken. Ik weet niet of die al online staat, maar... Wanneer komt deze video online? Volgende week woensdag. Dat is vandaag. Dus ja, aankomende week. Oh, dus vandaag woensdag. Ja. Nee, dan nog niet, denk nee, ik. Nee, die van mij ook nog niet. Dus denk ik... Check aankomend weekend, dus voor jullie nu. Ja, Instagram in gaat daar staat op. Inderdaad. Ja. Heel leuk video geworden. Dus zometeen gaan we mukbang voor mij opnemen. Ja, echt zin in ook. Ik ook. We gaan even een fotootje maken buiten. Yes. We gaan een foto maken. Yeah. Het ziet er echt heel lelijk uit hier, maar op beeld ziet het er wel leuk uit. Dat is wel leuk. Okay. Right, we hebben net foto's gemaakt. En we zijn half dood gegaan. Mijn vingers zijn net ijsblokken en ik ga... Mijn ook, echt bizar. Maar we gaan even de foto's kijken. Oh, wat handig hier. Ja, daar kan je zo. Ik zet hem altijd maar zo. Ja. Oh ja.
hebben hele leuke. Ja, nu zijn we wel leuk. Heel koud, maar wel leuk. Oh, ik voel een beetje warmte van die stoel komen. Oh ja, ik ga mijn handen laten. Kijk, ik heb... En we gaan dus zo pizza eten en ik kan het niet wachten. Ik ook niet, ik heb echt trek gekregen. Opeens ben ik heel hongerig. Ze willen gewoon te vroeg komen. Nee, maar ik denk dat het dan niet klaar is. Want het gaat 4 uur open en dan moeten ze nog pizza's maken, hè? Maar ze zijn er vast wel iets eerder. Ja, ik denk dat ze er ook wel iets eerder zijn. Hoop ik. Kijk, ik zal even foto's laten zien zo. Hallo! Deze hebben we allemaal. Opeens kwam de zon, jongens. En toen was het leven. Ja, hier was de zon erbij. Dus ja, even selecteren en dan zit er vast een leuke foto bij. Het was hier echt een heel lelijke parkeergarage. Ja. Maar het ziet er dus op zich best wel leuk uit. Je ziet alleen wel zo'n streep van die auto zo, maar ja. Maar, oh ja, daar moet je. Nou, ja. Oh. Dan kan je hier, zeg maar, oh, ja. Kiezen en dan kan je een ander doen of als je dat wil. Oh. Dus dan is het nog wel veel. Oh, Isa is net weg. Het was echt super, super gezellig. We hebben hele leuke video's gefilmd. Mijn vriend komt me nu ophalen. Er is ook een nieuw pakket van Naked binnengekomen. Maar... Die ga ik even boven leggen. Want ik had ook een pakket van Chiquel. Maar ik denk dat ik gewoon één grote shoplog ga maken. Want ik krijg ook nog pakketjes van Conquest Fashion. Dus ik denk dat ik gewoon één huge shoplog ga doen met allemaal pakketten. Morning, het is vandaag donderdag. Ik zit helemaal in verf. Een vriendin van mij is nou mijn haar aan het verven. Ik wilde iets blonder weer, want het was best wel bruin geworden. En het wordt misschien nog wel iets blonder als vorige keer. In ieder geval, daar gaan we voor. Ik hoop dat het lukt. Maar we gaan nu even wat eten en ik ga jullie of course het eindresultaat laten zien. Verder moet ik vandaag werken en ik ga niet zo heel veel doen. Nou, mijn haar is klaar. Het is hier een beetje paars aan de voorkant, maar dat komt door een masker. Het is echt veel blonder. Heel erg blij mee, want ik wil dat echt even wat blonder. Maar het moet nog een beetje bijtrekken, maar het is echt super mooi. Helemaal blij mee. Kijk, guys. Nou, ik ben met mijn zussen. In ieder geval, ze gaan eigenlijk alweer weg. Hey. Ja. En we hebben even gekeken, want zoals ik al zei, hebben we plannen dat we op onszelf gaan wonen. In Amsterdam, maar het is meer een soort toekomstplan binnen nu en een jaar. We zijn een beetje voor aan het kijken, maar ik heb er niet helemaal veel zin in. Hoi. Oh, ik ben helemaal happy. Alright, het is inmiddels 7:45. Ik ben lekker vroeg thuis van werk. En ik ga lekker udon noedelsoep eten. Dat heeft mijn moeder gemaakt met HelloFresh. Want dat hebben we weer. Zo lekker met kokosmelk. En een soort soepje met udon noedels. En kip en wortel en bootjes. Echt super lekker. En ik ga ondertussen lekker serietje kijken. Verder ga ik vanavond denk ik even editen. Het is inmiddels al 10:45. Ik heb de hele avond aan TikTok gewerkt en ik ga er nu aan verder werken. Het is een nieuwe trend van dat liedje Driver License of zo. Ik zal zo meteen wel laten zien. Het wordt echt leuk, maar het is zoveel werk. Oh my god. En ik ben net even live gaan op Insta. Daar heb ik even zin in. Because why not? You know. Why the fuck not? Morning, het is vandaag vrijdag. Ik ben echt zo erg aan het slapen nog. Ik heb mijn werk om 9 uur gezet en toen werd ik om 10 uur wakker. En mijn haar is echt ontploft, want het zit nog half in de krul. En ja, ik heb ook geen zin om dit helemaal uit te wassen of zo. Ik ga naar beneden, ik ga een video editen, ik ga aan de website van mijn moeder zitten. En daarna moet ik vanmiddag werken. Dus het wordt echt een saaie dag. Mijn vriend komt na mijn werk gezellig slapen. Maar dat is waarschijnlijk pas laat, 10 uur of zo. Morgen ga ik sporten en geen idee wat ik in het weekend nog ga doen. Maar we gaan het allemaal wel zien. Ik heb trouwens geontbeten voor het eerst in 100 jaar. In ieder geval, ik probeerde de laatste tijd gezond te ontbijten, want ik ging nooit ontbijten. En dan ging ik om 2 uur fucking veel slechte dingen eten. Dus ik had een beetje havermout met yoghurt. Wat noten, een beetje pindakaas en cacao nips op. Het is lekker gezond ontbijtje. Zodat ik lekker vol zit en niet allemaal slechte dingen ga eten totdat ik heel veel honger heb. En ik ben eigenlijk even een koffietje aan het maken. Want dat is mijn leven. En ik ben bezig met de website van mijn moeder. En dat gaat super goed. Oké, het is inmiddels 1 uur. Ik ben heel de video aan het editen. En ik zie er nu uit en ik heb de rest van mijn moeder klaar. En ik heb even een lunch gemaakt. Ik heb een broodje met avocado, cream cheese,
prosciutto ham en roomkaas. Of zei ik dat al? Peper. Lekker. Oh my god, ik heb zoveel hoofdpijn. Ik moet nu naar mijn werk. Ik heb geen make-up op. Ik zie er niet uit. De video van de Broadwood Eyewear heeft zoveel tijd gekost om te editen. En het filmen duurde ook zo lang. En eindelijk ben ik klaar. Ik kan gewoon niet eens meer in mijn ogen kijken. Het is echt niet normaal. En ik moet er werken. En ik ga dood. Holy shit. Ik ben zo dood. Maar het is af. Yes. Thank fucking god. Ik hoop dat de video goed bekeken wordt. Anders heb ik alles voor niks gedaan. Als je het nog niet hebt gezien, check it out. Ik ga hem dus even proberen klaar te maken naar werk. Ik ben inmiddels weer van werk en ik heb lekker avondeten gemaakt. Ik heb zoete aardappelfrietjes met broccoli en lekker kip. Kippenpootjes. Kippenpootjes. Het is inmiddels laat. Ik ben terug van mijn werk, heb ik al gezegd. Ik ben nu met mijn vriend en willen een weekendje weg. Zijn een beetje hotels aan het kijken. We willen waarschijnlijk naar Maastricht. En ik heb even lekker hapjes gemaakt, lekker wijntje erbij, helemaal leuk. Morning, het is vandaag zaterdag. Het is echt wel super laat. Mijn vriend en ik zijn echt laat opgestaan. We hebben echt de hele ochtend in bed gelegen. We zijn net lekker in bad gegaan. Tot de Temptation gekeken. En oh my god, guys, het sneeuwt gewoon. Zo leuk. Ik had niet verwacht dat het nog zou sneeuwen, maar het is gewoon een dikke pak hoor. Zo leuk. Nou, wij gaan even naar de supermarkt, want we hebben wat eten halen. Dus we dachten, we gaan lekker lopen, want dan gaan we door de sneeuw. Het zit helemaal op mijn gezicht. Maar het valt best wel mee hoeveel er ligt. Tada! Zo, we hebben een lekker broodje met zalm en rucola gemaakt. En een beetje citroensap en nu onder een beetje kruidenkaas. Lekker man. Oké, het is inmiddels avond. Het is 9 uur. Zo, mijn haar lijkt nu echt heel blond. Oh, het lijkt nu echt heel blond. Maar het staat heel fel, of niet? Ja. Kijk, zie je. Ik dacht, oh, het is ook wel echt een stukje blonder hoor. Ik ben super erg blij mee. Het is echt vet mooi gedaan. Achter is het wel echt donker. En hier op mijn hoofd ook. Dat wilde ik wel echt. Maar van voor heb je echt een blonde look. En zo heb je de meeste gezonde haren nog, want als ik alles ga blonderen, dan wordt het echt niet goed. Maar ik heb me even omgekleed. Zo denk ik om naar Nina en Isabel hier even gezellig een wijntje doen. Daarna gaan we naar Ismee en andere vriendin. Gaan we daar verder wijnen met z'n viertjes. En ja, we hebben echt toch geen idee wat we verder gaan doen. Ik hoop dat er nog een planning komt. Maar anders blijven we gewoon met z'n vieren. Trouwens, ik heb gewoon een simpele witte blouse aan van Concord Fashion. Het jasje was je in. Broek van de Sting en schoenen van Naked. Gewoon chill outfit. Isabel, ga even die dance moves. Kom op! Zou lekker chips aan het eten, love it. En dan bijna. Live update. Ik heb de grootste kater ever gehad in mijn leven. Nee, overdreven. Dit is heel overdreven. Ik had wel een behoorlijke kater. Ik heb mezelf gisteren compleet voor schuld gezet op Instagram. Ik ging namelijk live, terwijl ik heel dronken was. En dat had ik echt niet moeten doen. En ik schaam me er kapot voor. En ja, ik besef gewoon niet dat er mensen naar me kijken. En dat is soms heel raar om te beseffen dat je zo'n voorbeeldfunctie hebt. Maar het is gewoon niet slim om te doen. En het gaat ook niet meer gebeuren. Maar ik ben gewoon een idioot. En ik voel niet in mijn hoofd. En ik denk vooral nooit na. Dat kan ik niet. Maar goed, weet je. Whatever. Ik was vandaag met mijn vriend. Hij moet altijd werken op zondag. Tot 4 uur. Maar vandaag was hij eerder naar huis gegaan. Hij was om 1 uur thuis. We waren gezellig samen. Alleen hij ging natuurlijk Ajax kijken. Want vandaag was Ajax. En toen ben ik gewoon naar huis gegaan. En ik doe trouwens een wimperserum op van Gaia Cosmetics, waar ik die wimperlift van had. En ik doe altijd dat serum op, omdat ik denk dat het voor mijn wimpers helpt. Ja, misschien helpt het helemaal niet, maar ik smeer het toch altijd op. Ja, ik heb vandaag letterlijk niet gaan, alleen in mijn bed gelegen, filmpjes gekeken.
Ik heb helemaal geen idee of ik veel heb gevlogd deze week. En ik ben er zo over belicht. Ik weet niet of ik veel heb gevlogd. Maar ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik ga nu niks meer doen. Het is nu 9:30. Ik heb heel veel honger. Ik heb fucking veel zin in McDonald's. Maar ik ga het niet doen. Ik ben echt lang niet naar McDonald's geweest. Voor mijn doen. Ik ga normaal namelijk bijna elke week naar McDonald's. Hey, we hebben de spicy McChicken. Maar we zijn nu een beetje op de healthy tour. Ik zei ook dat ik heel januari elke dag ging sporten. Dat is ook niet gebeurd. Maar ik ben wel goed bezig. Ik denk misschien dat ik misschien al een beetje iets ben afgevallen. In ieder geval, ik heb niet meer zo'n opgeblazen gevoel wat ik wel heel erg had. Mijn haar is echt super, mijn haar is super geverfd. Heel blij met zich, een stukje blonder. Love it. En hierachter is gewoon nog bruin. En hierbovenop ook. Even denken. Ik wilde nog iets zeggen, maar ik weet gewoon niet meer wat. Ja, ik voel me eigenlijk zomaar een soort van weer normaal. Ik weet niet of ik de enige ben, maar ik vind zondagavond de meest depressieve avond van de week. Want je gaat niks doen. Want wat fuck ga je doen op zondagavond? Ik heb fucking verzet te doen. Bijvoorbeeld mijn kamer opruimen. Dat ga ik nu niet doen, want daar heb ik helemaal geen zin in. Ik moet een paar dingen doen. Ik moet heel veel school doen, maar dat ga ik allemaal niet doen. Want ik ga allemaal... Ik heb gewoon 2 tentamens niet gemaakt. En ik ga ze ook niet doen, want ik ga ze niet halen. Dus ik heb weer achter mijn 2 tentamens. Sorry hoor, maar ik loop echt zo te kloten met mijn leven. En ik weet gewoon niet wat ik moet doen allemaal. Dus kan alsjeblieft iemand mijn leven redden. Ja, ik moet echt naar school. Ik heb ook een deadline van de week niet ingeleverd. Ik heb er gewoon geen zin meer in. Het boeit me ook gewoon allemaal niet meer. Ik ben er helemaal klaar mee. Fuck my life, echt. Ook mijn lijf gewoon opraagt. Ik heb ook echt niet het idee dat ik nog op school zit. En ik ga een keer achter de feiten aanlopen. Dus dan moet ik weer 2 tering tentamens maken. Soms heb ik gewoon zeer geen zin meer in het leven. En dat doe ik altijd op zondagavond. Altijd heb ik dat op zondagavond. Want dan voel ik me gewoon kut van de drank. En ik heb nergens zin in. Alles valt voor mijn gevoel in elkaar. En dan word ik morgenochtend wakker en is niks van. Maar ik ben altijd zo depressief op zondagavond. Ik ben er niet goed van. Dus ik ga ook gelijk die vlog afsluiten, want ik loop alleen maar negatief te doen. En ik haat negativiteit. Dus, vond je de week vlog leuk? Vergeet zeker niet een blauw omhoog te geven. Vergeet zeker niet op mijn kanaal te abonneren. I love you guys so much. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei!